Vandaag wordt een heerlijke dag. We gaan vandaag alles eten. Van de bakker. Jongens, even iets enthousiaster. Vandaag gaan we alles bestellen van de bakker. Het wordt een topdag. We hebben worstenbroodjes. Milo, we hebben alles al besteld. Zo, dat staat nou. Vandaag. Nou weet ik het niet meer. Vandaag gaan we alles bestellen van de bakker. Zeker nog, het ligt er al. Kijk eens jongens, we hebben... Je hoeft het alleen maar op te eten. Dat is niet de grootste challenge voor jou. Spoedig. Kijk, we hebben hier een grote bak. Ja, die hoef je niet op te eten. Nee, maar wat erin zit wel. Nou ja, niet letterlijk, want dit zijn bonnetjes. En dan pak je een bonnetje. Bonnetjes. Moet je even sturen van de administratie hier, Milo? Ja, mooi verhaal. Ik begin even met een voorbeeld. Nee. Dat geldt voor jou meteen hoor. Ja. In dit geval zou het zijn... Stroompoekje! Dat weet ik niet. Wat je dus hebt, nou, dat pak je dan van de tafel. En dat is heel simpel. Ja. Alles op, hè? Puntje. De winnaar krijgt een prijs. En die prijs ligt daar. En dat is een koffer. Nou, die wil je hebben. Want wat daarin zit... Dat weet ik niet. Nou, let op, moet een hele taart. Ik kan het niet uitspreken. Citroen. Zo citroen, hoor. Nee, wat is dat tweede woord? Goed thee. Oh, nou mooi. Zo, kijk nog een heerlijk taartje. Vroeg is een taartje. Dit fenomeen wordt ook wel spasticiteit genoemd. Mag jij ook even een bord? We staan wie de fuck neemt er een bord bij? Kijk hoeveel kramers er op de ding liggen. Als jij dat nu op de middelbare school zo'n lekkere koek mee is gewonnen, maak je dan een bordje eronder? Ja. Oké, okay, dan. Zo. Zuur taartje. Ik heb hier echt leuk zin in. Ja, maar de ronde 1 is zo leuk. 3, 2, 1. Boom. Kwarttaart. Punt. Kwarttaart graag. Zompig ook. Hij is echt heel kwarkerig. Hey, hallo. Kom jij dit bekend voor zo? Wordt helemaal uit elkaar van de kwarkerigheid. Zo, moet je kijken. Kwarkerigheid kent geen tijd. Zo, het ziet er wel goed uit hoor. Dit is een soort moes gewoon. Zo, hij trilt helemaal, zie je dat? Die vorige. Ja. Cool. 46. Jongens? Oh! Nee, dit is echt niet leuk! Yeah! Hij riep het de hele tijd al! We zijn voor de... Voordat we begonnen met opnemen, die Koen de hele tijd, oh ik wil echt die macarons, hij wilde ze eigenlijk al opeten, mocht niet. Lekker. Pakt hij ze ook nog. Sommige mensen zitten echt altijd mee in het leven. Ja, sommige niet. Dus hier komt hij. De hele chocoladetaart. Zoek even het warme loodje. Een mango gebakje. Een mango gebakje. Is dat deze? Even voor de mensen thuis, we hoeven niet de hele taart te eten, maar gewoon één stukje. Want anders zou het helemaal nergens op slaan als we de hele taart moeten eten. Behalve bij de chocoladetaart. Hé, mannen, laat het smaken. Ik vind het echt een heerlijk gebakje. Duwen. Bijna. Spat uit elkaar. Ik heb net een macaron met citroen. Citroen is niet zo lekker, maar dit is denk ik framboos. Wauw, goed verhaal. Nou jongens, ik heb een hele mooie ambachtelijke stroopkoek. Moet dit ruiken? Nou, wat is er dan? Toet. Heb jij dan snuif? Vinden jullie het erg als ik nu niet aan het eten en even mijn OSM check? Je hebt echt geslaagd, hè? Nou, doe ik wel mee. En het is zo stil in mijn. Ik heb een boekhouding bijhouden, Roem. Ik kan hem op. Rob. Koen. Dat kan maar één ding betekenen. We beginnen mooi. We beginnen mooi. Een hele makkelijke, goede, chille ronde. Dit is echt iets voor jou. Oh nee, ja, dat is die amarenne cake. Amarenne cake! Oh, die is zo smerig! Die hele zompige! Die hele cake! Nee. Wat is een degelijke plak hiervoor? Ja, gewoon dan moet je zelf zeggen bij jou. Wat is het nou jongens? Drie kerstjes. Drie kerstjes? Ja. Twee kerstjes. We zijn niet voor jou lul. Het is de helft. Minder dan de helft. Ja, klopt, maar het is niet alsof het weinig is. Nee, gewoon een mooie slice. Oké, nou goed, ik ja. Gadverdamme. Dit is er even jou, dat kan je echt niet hebben. Ik heb hem gisteren nog besteld. Appeltaart! Ik ben echt fan van appeltaart. Zo, dit is echt een ambachtelijke appeltaart hoor. Dit is niet zomaar een appeltaart, dit is een hele goeie. Zo. Proef een lekker zuurtje. Er zit een klein, lekker klein bite zit erin. Ja, je hebt goed gebakken deze week. Ik heb een kaartje. Oh! Zo. Ja, dat is zo. Maar je zo klein! Ze is zo maar klein! Is bal nummer 87. Ja, die is kut. Haverkoek. Ik heb geen paard! Hij heeft niet zo geluid. Stroomkoek. Haverkoek is of ik dankje van grunsen, maar die is zo'n pak graantjes weg te beuken. Ik denk voor mij zit de haverkoek hoor. Oké, neem hier toch lekker joh. Bij de hand rot joh. Hier, hij kruimelt helemaal uit je handen zo droog is die. Neem eens even een haverkoek. Zo kruimig en droog fluit is. Ik heb een, nou ja zeg, een rozijnenbolletje. Dat is helemaal niks. Het is een krentenbol. Gewoon een krentenbolletje. Yes. Probeer eens een stukje ervan af te doen, hoe hard die taart is. Weet je zeker? Ja, slice hem. Lukt niet. Ja, een stukje vanaf. Lukt niet. Gaf van een vieze, zure smaak. Koen, denk nu dat het pus is, van een puist. Lekker. Denk aan die popte puist. Oh. Denk even aan die grote witte knop die je neushoek had. Oh. Ik heb gezien dat in jouw wasbak thuis dat het helemaal onder de kalk zit.
gezien op Twitter. Waarom heb je dat niet schoongemaakt? Wat is dit hè? Het stond toch op Twitter dat je je wasbak niet schoon had gemaakt? Als je marmer hebt en als je daar één keer tanden poetst, heb je dat al? Ja, ja. Oh, nou, laat hem op. Tuurlijk, dat was echt een hollekieswerk. Een rozijnenbolletje. Hadden jullie vroeger ook van die rode doosjes met rozijntjes? Ja, 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 ja. Oh, we zijn allemaal weer tegelijk, dat vind ik leuk. Ik denk dat dadelijk iemand niet tegelijk had zijn als die hele brood moet eten. Koen, op. Ik, op. Robby, op. Matty, op. Mio. Zeg eens aap. Mijn lijntje was langer. Het is best prima lijntje hoor. Er is helemaal niks mis met dat lijntje. Even iets onder kant gedaan hoor. Godverdamme, holy fuck, dat is ranzig. Bruh. Hey. Moet je horen. Dit is echt geen leuke humor. Milo, je hebt ook allemaal dingen op je neus, maar dat is niet eens bewust. Zo, hij stinkt wel deze. Okay. Maar, oh, yes. Ik pak even een nieuw bol. Eigenlijk zien jullie allemaal je handen voor je mond hebt, dan voor je neus, kan ik even een nieuwe pakken. Oh, ja, het begon met B-R-O, dus dat had in principe prima brood kunnen zijn. Maar het is de bridge hier. Brownies met downies. Dit is iets dat neem je bij je koffie en hoef je niet meer te ontbijten. Dit is echt een massief staal was dit. Die is hartstikke smeuig. Het is wel smeuig, denk ik, ja. Romig. Wat zou Pieter Visser daarvan vinden? Lekkere brownie van de echte bakker. Zo, hij vult wel hoor. Goed, dan gaan we door. Ik heb de citroencake. Ho, citroencake. Ho, wat is citroencake? Daar is de verrader, majesteit. Nee. Nee. Oh, de cake natuurlijk. Het is die. Ah, godverdomme, kan van. Gozer. Oké, okay, zeg maar stop. Ja, maar even één ding. Hier is hij lager dan daar, dus. Zullen we een andere stopwoord doen dan stop? Dat is zo standaard. Oké, okay, zeg maar. Zullen we even overleggen? Ja. We hebben even overlegd. En? Het moment dat jij moet stoppen, dan zeggen wij ga door, daddy. maar laat je dat niet in de war brengen dat je dan gaat door is. Want dat is wel een teken voor stop, echt. Wil je aan die kant beginnen of die kant? Nee, de volle kant, daddy. Ja. Ga door, ga door. Ga door. Ga door. 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 Kerel! Gewoon normaal doen! Ga door, daddy! Ja, nee, 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 nee! Je was verder, je was verder. Ja, daar was je, ja. Daar was je, ja. Ja, ja. What's the cross-section? Ik heb wel gunstig voor mezelf afgesneden. Ik ben wel benieuwd of die lekker is. Citroencake. Het ziet eruit als gewoon een boerencake, maar misschien zit er citroen in. Het is geen smeuïge citroen, zeg maar. Heel smeuïge. Dat zei je echt, dan word je met je mond dat. Het is niet dat er van die citroengelei in zit, van die jam, zeg maar. Wat is er? Ja, het is wel heel niet lekker. Het is gewoon echt geen lekkere cake. We hebben nog niet veel dingen lekker gevonden volgens mij. Nee. Kijken. Nee, hij pakt gewoon. Bossenboertje. Ik heb bossenboertje, heb ik je bedoel. Je mag eventjes je mond spoelen. Of ik hem wil ruilen met die hele gore afgekloven stinkbrownie voor jou. Dat lijkt me een aantrekkelijk voorstel. Tuurlijk niet, hier ermee. Ik denk, je neemt één hap en heb je weer iets te zeiken. En dan duurt het wel lang. Hoe diep man. Kun jij gaan? Ha, nou ja. Ga door, daddy. Oh. Dit doe je thuis toch ook wel eens? Ik zou ook zo'n slijmklodder meekomen. Al mee. Lekker is dat, hè? Dat valt keihard bevroren nog. Bevroren! Oh, maar hey, Milo, in jouw lijn, sausijzenbroodje. Hopsakee! Heerlijk, we slaan weer toe, hoor. We zien een sausijzenbroodje, dat is een tompoes. Oh. Ik had vroeger dus een maat, en die propte zijn bolletjes, en dan kon hij sneller eten. Die maakte zo'n wit bolletje, deed hij gewoon letterlijk dit mee, zo. Zoals een soort portemonnee, dan ging hij zo. Dit is echt fucking lekker. Hoe zit het met die van jou? Ah, heerlijk. Koud toch. Hey, ik zweer jullie dat ik bijna ga nekken. 3 dagen geleden hadden wij een show in de avond, maar ik was niet helemaal lekker. Ja, je zegt het goed, 3 dagen geleden. Hoe is dat relevant nog? Want ik ga dan zeggen dat ik toen erop kotste 2 keer. Ja, 3 dagen geleden. Wist je trouwens dat ik 6 jaar geleden een keer de pok had? Nee. Echt erg was dat hoor. Geef ons heden ons dagelijks brood. Kap ermee joh! Ben je al klaar? Hoe? Wij zijn wel klaar. Ik ben nog wel gewoon ook. Ja, het ziet er wel lekker uit. Ja, dat zei je moeder niet vannacht toen ik bij haar lag. Dat is daar. Oh. Ik ben zo bang nee, dat je... Nee, ik ga niet vangen, niet gooien, echt niet gooien. Kerel. Ik zat er met dat meerman. Ik vind hem nu wel een stuk minder mooi worden meteen. High five! Echt super, echt heel ranzig die hand van jou. Het snijwerk, dat is net chirurgen gewerkt. Hé hey, jongens, willen we een nieuw stopwoord hebben? Ja, laten we een nieuw stopwoord Het stopwoord is, ik ga geen kwart taart nemen. Ik ga geen kwart taart eten. Nee, ik zou ook geen kwart taart eten. Ik ga geen kwart taart eten. De grap was toch dat ik een kwart taart ging nemen? Ja, maar het is niet grappig als jij het roept. Ja, maar jullie riepen het niet en ik was al hier. Nee, helemaal niet. Ik riep het toen het echt goed was. Je moet wel dat liedje erbij zingen. Wat een baas. Gadverdamme. Lik het er nu zo op? Wil je iemand die kusjes op een voorhoofd geven? Ja, veel. Ja? Dan krijg je veel kusjes terug. Genoeg plek.
Hey, die keer dat ik trouwens mijn eczeem had ingesmeerd met kiwi dadio, dan wil ik de mensen allemaal thuis aanbevelen. Doe dat vooral na als je eczeem hebt. Het is veel goedkoper dan Bepanthen, heet dat zo? En het is ook nog lekker, want je kunt het erna opeten, want niet alles trekt in. Ik zit eigenlijk al best vol. Stel, je moet dit eten. Dit vind ik zo vies. Die is lekker, man. Ik vond hem lekker tot jij met die vieze stinkklauwen van je raam ging zitten lopen kneden. Leg hem gewoon terug. Blijf hem van het eten af als het niet van jou is. Maar, je hebt echt geen gesprek met de boer. Je zet dat trouwens als je een rondje tekent, dat je dan zo... Waar ga je er naartoe? Iedereen heeft een punt, hè? Boom, boem, boem, boem. Oh, Groene, ben je hem op? Ja, Groene is wel. Ja, allemaal punt. Maar moest jij vroeger ook altijd in het klooster van die psalmen zo met de krijtjes op zo'n krijtbord schrijven? Ja, oprecht. Ik ken ze allemaal. Psalm 1, 2, 3. Gerookte. Kunnen jullie even 5 seconden daarin kijken? Behalve Milo. Ik kijk nu terug. Hij heeft alle lijnen opgesnoven. Klaar. Oh, dat vind de vissen heel vervelend, toch? Daar stop ik er meteen mee. Ho! Die is lekker, die is heel. Daar ligt hij, hoor. Mama de bieboep. Domtorenkoekje. Oh. Zo! Ach, dat is nog niet. Nee, er staat koekje. Zo! Cheesecake! Jij bent ook wel fan van cheesecake? Jawel, maar dit is een machtige cheesecake, hoor. Oh my goodness, oh my damn. Dolce Vita! Ja. Had die vroeger ook met Gim dat je altijd heel goed was in pittenzakken gooien? Pittenzakken gooien? Ik was trefbaar. Nee, maar jij dan? Als klein kind. Pittenzakken gooien? Maar je zegt, pittenzakken gooien is heel wel bij Gim. Ja, wij deden dat niet bij Gim, hoor. Oh, dat deed je bij Aars. Waar deed je dat dan? Gewoon niet. Ik deed het wel, hoor. In zo'n gat. Ja, zo'n gat van die pittenzakken. Ja, wel op een soort feestje. Dat is toch geen sport? Feestje, je hebt pittenzakken gooien. Ja, je had hem vroeger wel die. Je had hem vroeger wel die bij je dan. We hebben nog niet de politie-nerds uitgenodigd. Deze pittenzakken gooien. Je moet je pittenzakken mee, maar ik ga niet zeggen wat we gaan doen. Je had hem vroeger wel die soort van die dingen. Spijkerbroek hangen. Ja, leuk, dat is het. Op zo'n kamp. Op zo'n kamp. Heb je nooit gehad. Dat is inderdaad geen feestje. Heb je dan een stopwoord? Pittenzak. Je kan Robert zeggen als je dat super vaak gedaan hebt. Ja, ik heb dat dus 1 of 2 keer maar gedaan. Maar waarom deed je dat? Dit is gewoon zo'n gymding, toch? Dat is net nee, dat is toch helemaal niet? Dat doe je toch niet met gym? Hey, hebben jullie gepitte zakken met gym? Ja, stop! Oh my goodness, oh my damn, oh my goodness. Hoe sensueel doe je dat? Ik krijg een beetje tiramisu-vibes van ofzo. Ja, doe eens een pussy, man. Tering, lul, doe gewoon normale slaap. Wow, het is koude grote stukken! Ja, dit is goed. Wat? Ik ga nu even iets zeggen wat Koen al 2 keer heeft gezegd. Fuck, Koen gaat eruit! Hoe groot moet de punt zijn? Ik hier van 1? Ja, wacht. Zeggen wel stuk. Okay, begin maar. Ik begin hier. Ja, stop. Ja, stop hier maar. Oké, dus stop hier maar. Ja. En dan dit stuk. Ja, nee, link, andere kant. Andere kant, zo. Ja, juist. Nou, dat is best te doen. Ja. Als jij dit opkrijgt, heb ik eindeloos respect voor je. Nou, lekker. Afgelopen zaterdag hadden we 2 shows in het oosten van het land. En Raoul die kon niet, want die was een beetje ziek, niet zo lekker. En, Gewoon ruim op tijd aangegeven. Waar het niet, dat ik die dag ongelooflijk ziek werd ineens. Ik had diarree, dat is echt, sorry dat jullie aan het eten zijn. Maar ik was zo dun, dat zeg maar niet gelijk uit mijn anus liep. Maar via mijn bil liep eerst. En zo druppelde. En zo druppelde. Maar ja, ik had dus echt compleet diarree. En ik zei tegen Hiel van, ja, ik moet nu gaan. Maar ik zei van, ga even naar de wc. Ik kotsen. Voor mijn hoek kwam maar 3 dagen eten uit. Beetje, weet je wel. Na het kotsen voel je altijd goed. Godzijdank, daar zijn wij blij mee, zeg. Wij zaten ook echt 5 minuten van tevoren in die kleedkamer. Er kwam echt een kotsgeluid uit. Dat was, ja. Toen hoorden wij dus vanaf de andere kant zo. Ja. Dat was ja, echt heel vies. Nou, en ik op die wc eerst weer poepen, alles eruit. En ik draai mezelf om. Spoel door, wel doorgespoeld trouwens. Ik heb niet over mijn eigen poep heen gekotst. Gelukkig maar dat zo vies zijn. En ja, ik was klaar met kotsen, zo ging het op zich weer. Zei ik wel, wil iemand kijken? 2 gedaagden. En Milo sprak de legendarische woorden. Als ik dit in een restaurant op mijn bord zou krijgen, dan zou ik het gewoon opeten. Ja. En hey, jongens. Ik geef op. Nee! Ja. Ik heb wel iemand die er wel kan. We kunnen hier het roskoekspel even opspelen. Ik zou sowieso niet verliezen. Ik ben er echt goed in. Is nou je gulp los te maken? Ja, ik ben al klaar voordat ik ze doe in mijn broek. Mat op. Roerkoekje. Stop hem in je mond, bruh. Nou, moet dit. Ik vind het wel heel bruut, hoor. Doe even iets liefs in plaats van zo'n kruis. Dankjewel. En dan op 4 punten. Ja, mooi. Goed. Ik wil zeggen, het is wel een beetje vol. Maar denk aan die koffer, hè. Hey. Wil je hem al even voelen misschien? Ja. Zo, hij is zwaar. We zetten hem hier neer nu. Vul de koek. Oh, zo'n kleine poepkoek, man. Oké, er is letterlijk niks meer wat ik denk dat ik graag zou... die krakeling zou willen stellen. Jongen. Ik ben alleen. Oh. Milo, wil jij ruilen? Ik wil echt super graag die krakeling. Nee, ik ga niet ruilen.
Oh, die was heel zacht, hoorde je die? Ja, dat stond in de buik. Ik hoorde hem in de buik. Dat meent hij niet. Nee! Ik wil de ruilen, man. Het is heerlijk. Ik vind dit een soort snelle ronde wordt dit. Je hebt echt letterlijk hiervan echt één hap geprobeerd. Het is niet eens dat je vol zit. Je vindt hem gewoon niet lekker. Ja, ik snap dus niet dat mensen dit lekker vinden. Dit is toch super droog. Die arme bakker die krijgt waarschijnlijk dit videootje nog te zien van hij heeft helemaal zijn best gedaan. Ja, voor mij heeft hij echt niet zijn best gedaan. Misschien een andere baan zoeken. Emilio, eet even door, man. Kerel, dit is echt niet normaal vies. Ik zet het puntje erbij, hoor. Dit is echt de meest massieve droog tyfe sorry ik ooit heb gegeten. Hé, de kerkklok gaat. Hoor je dat? Ah, kut. Hé, de kerkklok gaat. Goed, heb je nog getrek of niet? Maar dit is ronde 6, hè? Nee, ja, ronde 6, ja. Koffertje staat op het spel, hè? Het zijn geen geintjes, hè? Ik mag kiezen. Een fr of een amboosbol. Oh! Dat is heel Frankrijk om het eten. Is dat? Zo! Je moet helemaal denken aan het tijd dat ik mijn moedermelk nam. Ja, dit kan toch ja, maar die bakker heeft het nog niet gemaakt met de intentie dat je dit niet ging doen. Nee, maar de bakker is ook niet rauw, want ik ken die bakker toevallig, maar die wil een heel speels van mij. Leuk. Ik heb de chocoladecake. Zo! Die ziet er ook lekker uit, hoor. Ik vind wel dat we, omdat we nu in de eindfase zitten, dat je hem eigenlijk helemaal moet. Hier, komt hij aangevaren. Zo, ik heb hem niet opgetild. Milo, zuig weer even een tape, want dat wil hij zien. Oh, dus dit is voor mijn karnemelk. Leuk, grappig. Ik heb zoveel zin in iets. Nou, dan kom maar uit, want dat heb je sowieso. Ik zit wel voor een rustiek brood. Wat vangen! Dit is echt. De smaak dief is dit. Ja, die dikke Milo weer winnen, jongen. Dit is zo mooi. Dit is zo mooi, dit brood. Je komt op school en je hebt zo'n brood van ons. Dit moet wel lekker zijn. Nou, dat moet helemaal niet lekker zijn. Dat is hartstikke droog natuurlijk. Het is een rare binnenkant. Het is wel echt aan het zuur deze, het is echt super droog. Zo! Daar glij je doorheen. Hij is hard. Zo, die is daar. Zo. Dat is een super lekker zacht dingetje. Ja. Geef die Milo die koffer maar, ik geef op. Geef hoe echt op, eigenlijk is dan nog de vraag of jij een hele brood op krijgt of niet. Even mijn best doen. Ik ga het heel tape op. Heb je wel eens hard op een tafel geweest dat je dacht van als ik nou nooit harder bij het bijten kom eraf? Nee, maar ik wil vrouwen geen pijn doen. Ja! Ik ga het niet halen, denk ik. Dat had u echt niet verwacht. Dus ik moet eigenlijk deze laatste hap, maar die zit me echt zo dwars. Zal ik als opbeurende muziek, zal ik graag even een Kingelut plaatje draaien. Dit is me echt opgebeurd, man. Dit geeft me echt energie. Van deze laatste hap. Nog even overlaten. Kijk, heb ik hem wel echt. Ja, doe dat! Wat ben ik benieuwd, zeg mannen. Ja. Jij zegt dat het echt een super epische prijs is. Heb ik gehoord, ja. Milo, ik vind wat hierin zit, of dat moet je wel gebruiken, eten, doen. Dat komt wel goed. Mensen, trouwens nog even ongelooflijk bedankt voor het kijken. Ik kom even open. Even kijken, hup! Wat een geweldige prijs! Water aan de zakjes, kokosbrood, worstenbroodje en een keizerbroodje. Hier heb je nog een paar prijzen, volgens mij. Hermanbrood. Sojabakker. Even kijken. Macaron. Flap. Cookie. Mensen, bedankt voor het kijken. Ja? Jij zat dan... Nee. Met Keeper vind ik, maar... ik niet helemaal met je eens, omdat... Sorry? Ik vind, kijk, je vind ik echt en... Goede winst gemaakt.